Away beyond the hills of Idaho. Hoeveel procent van de mensen? Overvecht, een wijk in Utrecht, in de jaren 60 uit de grond gestampt. Zo'n halve eeuw later wonen er meer dan 50 verschillende culturen. Wat weten deze mensen eigenlijk van elkaar? Waar komen ze vandaan? En wat weten de kinderen eigenlijk nog van de cultuur van hun ouders? Met deze vragen trokken theatermakers Jan van Rossum en Annelies van den Berg de wijk in. Zij zien theater als ideaal middel om mensen uit de anonimiteit te halen en met elkaars cultuur in aanraking te laten komen. Met vier Overvechtse vaders werd er gewerkt aan een theaterstuk waarbij jeugdherinneringen centraal stonden. Ik herinner me toen wij in die stad kwamen, een van die Hollandse koeien ging wat verkopen, want konden we niet gewoon een koe onderhouden, zeg maar, daar. Het was geen plek en dat was gewoon ook vermoeiend voor mijn moeder, dit en dat. We hebben die koe verkocht en ze wilde gewoon die koe slachten. Maar die koe ging zo vervelend doen, ze konden gewoon die koe niet onder controle houden om te slachten. Hebben ze na een paar dagen teruggebracht. Ik herinner me nog, toen die koe terugkwam bij ons, rende naar mijn moeder toe en allebei gingen huilen. De koe ook. De koe ook. Oh, echt. En mijn moeder is de beste in mijn leven geweest. Oh, wat mooi. Ja. Want hoe lang woon jij in Overvecht? 6 jaar. Tijdens de Taliban was het niet machtig wit. Ze hadden een huis van iemand dat niet was, hadden ze verkocht aan iemand anders. Of sommige huizen zijn plat. Bijvoorbeeld het huis van mij. Plat? Helemaal plat, ja. Plat gemaakt. Ja. Oma die is echt Javaans en ja. Dat is de autoriteit. En hoe oud was je moeder dan toen ze naar Nieuw-Guinea ging? 6 of 7. Oh, dit is Sinterklaas. Ja, die pieten die sloegen echt. Nou ja, niet hard, maar met die... Dat deed je in je broek als Sinterklaas je aansprak. Nou ja, toen we hier in Nederland kwamen, dat was echt een hele overgang. Ja. Het idee was, we gaan voor een half jaar naar Nederland. Ja, dus alle spullen zijn achtergelaten. Behalve de fotoalbums, ja. Die zijn meegenomen. Mm-hmm. Oké, dus het was echt een soort vakantie bij ja, met dat idee ben je vertrokken. En toen bleek dat je niet meer terugkwam. Ja. Dat was nog in Wolfgang. Mijn vader was stationschef. Hier sta ik dus achter het stationsgebouw. Hier kun je nog net lezen in Wolfgang. Ja. Maar daar woonden jullie? Ja, de benedenverdieping was dus het station en bovenverdieping was ons huis. Voor mijn gevoel hebben we bijna elke dag carbonades gegeten. En dat moesten dan van die dunne carbonades zijn. En die ging mijn moeder dan speciaal vragen als ze dun wilden snijden. Dat staan allemaal nog wel bij. Oh ja? Ja. Wat ging jij dan mee met je moeder naar de slager? Of? Nee, maar dat ging dan over de discussies vaak die ik me kan herinneren van mijn vader. Die dan vond dat de carbonades weer te dik waren. En mijn moeder dus die man zei, ja, ik had nog zo gevraagd. En dat soort discussies kan ik me nog herinneren. Stom eigenlijk dat je dat soort dingen nou herinnert. Ja, dat kan ik doen. Eet je nog wel eens een carbonaatje? Eigenlijk nooit. Ik ben pizza's aan het maken. Dat is eigenlijk bijna een wekelijks zondags ritueel bij ons. Mijn kinderen zijn gek op pizza's en ze vinden die van mij blijkbaar altijd erg lekker. Wij wonen hier dus nu echt al heel veel jaren in Overvecht. Ik vanaf mijn 10e. En nou, dan merk ik toch dat het... En nou heb je kinderen die opgroeien, dus het is gewoon belangrijk, vind ik dan, om in die wijk iets te doen. Meer dan alleen maar er te wonen en naar je werk te gaan. Als ik nou kijk in het wijkje waar we nu wonen, hier aan de Zuidpooldreef, dan zie je gewoon dat daar meer buitenlanders zijn komen wonen. Ja, ik vind het eigenlijk leuk.
Een paar jaar geleden hadden we een buurtfeest en dan maakt iedereen zo zijn eigen gerechten en iedereen gaat op zijn of haar manier dansen. Op een gegeven moment waren daar de Turkse dames die zeiden, we moeten nou eens een keer andere muziek horen. En die haalden een cd op en er werd daarop gedanst. Ik denk dat het vroeger misschien meer duidelijkheid was. De rollen waren duidelijk en volgens mij was je strenger al ouder. Dus je had zo van, nou, dit doe je en dit doe je. En wij hebben nog wel eens dat we soms zo twijfelen, ja, hoe gaan we hier nou mee om? Ja, het kan ook wel zijn dat mijn ouders dat ook wel hadden. Maar dat ze dat niet herkenden. Dat ze twijfelden. Hebben jullie het gevoel dat wij wel eens twijfelen over jullie opvoeding? Hoe we daarmee omgaan? Als Maaike weer naar een concert wil. Dus ze is nog maar 16 en als je ziet wat ze eigenlijk zou willen in mijn tijd. Ja, ik moet volgens mij wat meer terug gaan denken hoe ik was op mijn 17e. Toen ging ik ook wel wat later stappen. En toen had ik ook het gevoel dat ik de hele wereld aankom. Ja, dat is zeker 40, nou 45 jaar geleden zeker. Op een dag in maart, zo kalm en bedaard. En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard. Ja, leuk die herinneringen eraan. Ja, wat natuurlijk heel indrukwekkend voor mij was dat verhaal met die koe en die moeder. Die huilende koe. Ja. Ja, dat vond ik ook. Ik dacht later, heb jij ooit een koe horen huilen? Zou je weten hoe dat is? Ik heb daar wel een beeld bij. Ik kan me dat voorstellen. En die koe vind ik ook heel erg leuk, omdat het zo Hollands is. Ja. Dat vind ik ook een mooie verbinding tussen de Irakees en de Hollander. Ja. En door dat hele verhaal heen, hoe belangrijk zijn moeder voor hem is. Ja, dat is de waarde van zijn moeder, hè? Ja. Op een dag zag ik iemand heel hard galopperend voorbijkomen met een televisie in zijn arm, geklemd. Ik hoorde een schot en de man viel dood. Ja, maar klopt wel dan van Saddam Hussein moesten alle Koerden uit 15 dorpen verhuizen? 5000 dorpen. Uit 5000 dorpen? Ja, dorpen. Dat is al. Okay. En dan komt Roy. Ik ben Roy en als kind woonde ik in Papua Nieuw-Guinea. Dat was toen een Nederlandse kolonie. Op school was ik een brave jongen. Er waren Nederlandse gewoontes, liedjes, spelletjes, etc. De Papua-kinderen zaten niet op die school. Wij speelden ook niet met ze. Ze stonken, vonden we. Je had twee soorten Papua's, bos-Papua's en kust-Papua's. Ze praten natuurlijk geen Nederlands en leefden heel anders dan wij. Wij woonden in een huisje, huis twee onder één kap, zij in hutjes. Nou, dat valt wel mee hoor, dat van die hutjes. Nee? Sommigen woonden bij ons in de straat. Oké, dus dat moet eruit. Oké. Dan komt Shafi. God heeft mij ook beschermd toen ik 8 jaar was. Het was de dag van het suikerfeest. Het had gesneeuwd en er lag veel en met sneeuw. We hadden onze viskleren aan. Ik was met mijn vlieger net aan het vliegen. Allereerst is het belangrijk dat jullie die tekst een beetje eigen maken. Dat je voelt van, oh ja, dit kan. En met liedjes tussendoor krijg je natuurlijk al een afwisseling. Hè? Het is mijn eigen specialiteit.
Het is natuurlijk uit met honing. En dan straks ook kaas erop. Het is 8 euro, als je niet een beetje opschiet. Ik wil graag dat ze ook Nederlands opgevoed worden, zeg maar. Maar het lukt nooit. Maar je probeert gewoon om de belangrijkste dingen gewoon in het Nederlands te doen. Ja, we hebben een andere achtergrond, andere opvoeding. Dus sommige dingen zitten in je achtergrond en je genen. En dat kun je niet gewoon zomaar veranderen. Iedere avond een koetsje boekje lezen om gewoon die taal niet te vergeten. Dus als hij mijn moeder, mijn ouders ziet, kan hij met hun contact maken en communiceren. Daarom vind ik heel belangrijk. Dus ook mijn moedertaal, ja, dus moedertaal. Mm-hmm. Ik vind het ook leuk gewoon mijn kinderen ook de taal op leren. Ja. Wil je nog een croissantje eten? Nee, dat is alleen warme. Mm-hmm. Wat vind je mooier, dit of dit? Ik vind alles mooi. Goedemorgen. Veel plezier, hè? Ik ben nog in een filmster. Nou, bedankt. Oké, bedankt. In Irak gewoon regietheater afgestudeerd in de Universiteit van Bagdad. In het theatergebied is het ook hier moeilijk. En vooral als je gezin hebt, is het nog moeilijker. En ik heb gekozen om rijinstructeur te worden. Een tijdje heb ik over nagedacht om journalistiek of iets anders te doen. Maar had je geen deeltijd en ik moest toch werken. Want ik moest ook gewoon mijn brood verdienen. Maar ja, de plannen, ik weet het niet. Ik heb altijd gewoon heel veel in mijn gedachten, maar of ik het kan realiseren, dat is nou de vraag. Je moet hem goed vegen, anders wordt hij gekrast. En nou zit hij erop. Nou, bij de rotonde gaan we 3/4 rond. Dus we gaan 3/4, hè. Dan moet je aangeven naar links. Ja. Even rustig dan. Oké, heel goed. Wat studeer je, Ruben? Ik ben net geslaagd voor mijn HAVO. Oké, nou gefeliciteerd. Ja, daar was ik echt wel even blij mee. Ja. In het eind gaan we linksaf. Oorlog. Ik weet niet hoe ik hier moet beginnen eigenlijk, maar... Dat je je soms moest verstoppen voor de laag over de vliegende... Ja, oké. Ja, waar haal je dat vandaan? Hè? Dat moet je bedenken. Van hoe kom je aan de gedachte van de oorlog? Feest. Ja. Bij mij was het oorlog. Ja, heel goed. Ja. Feest. Ja. Ja, je hebt het over feest. Ja, oorlog. Geen ruimte om te spelen. Het was echt bedreigend. Ik miste alles. Ik miste ruimte. Ja, dat mis ik ook. Ruimte. Als je ons oude huis bekijkt, zo'n grote zolder, 2 voetbalvelden groot. En als je nu ziet hoe ik nou woon, Roy, nou dan mis je zo'n zolder echt. Aan de andere kant, we hadden genoeg speelruimte. Want heel Overvecht was nog lang niet volgebouwd en grote delen waren moerassen. Je kon de palingen, Roy, kon je zo
uit de grond trekken. Na een half uurtje riep zijn oma: Shafi, eten! Ik kom. Ik was op het dak met mijn vlieger aan het vlieger vechten met mijn buurjongen. Ietsje achteruit, doortrekken. Ik ging wennen, dat wist ik zeker. Ik kwam achteruit, ik stap in de gat. Ik viel achterover. Ik viel op mijn hoofd. We vonden het naar om niet terug te gaan. Ik miste het warme strand. Ons huis en al onze spullen waren we kwijt. En die winter was hier het koudste van de eeuw. Het vroor 3 maanden achter elkaar, soms min 20 graden. In de rivier de Rijn bij Amerongen dreven het ijskotsen, een bijzonder gezicht. Het is de koudste winter van de eeuw geweest. Dat was jouw eerste winter hier. Ja, dan is de overgang ook wel gelijk drastisch. Ja. Dat was ook die Elfstedentocht. Zou je met je zoon willen ruilen, wat betreft hoe je opgegroeid bent? Nee, dat niet. Want daar waren we meer overgeleverd aan improviseren buiten en wat voor spelletjes we allemaal gingen doen. Of in die plaats waar ik gewoond heb, waar ik een groot gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht, Manokwari, daar zat je zo in het bos, want het is allemaal lintbebouwing, hè? Straten langs één lange weg. Eigenlijk. En ja, het bos was erg dichtbij de jungle. Dan kon je daar even je uitleven. Mijn vader was hier met verlof en de toestand was daar zodanig dat... In oktober vond de overdracht plaats naar Indonesië. En als we daar terug zouden komen, dan zouden we toch wel tegenwerking vinden. Omdat we toch Hollands waren. In de vierde klas van de lagere school werd bij ons al het hele Rijnmondgebied, of zoals het dan op schoolbord door de juffrouw getekend. In de verbinding met het Roergebied en dergelijke. Sukarno die voerde toen een anti-westerse politiek uit. Dus alles wat maar enigszins met westerse invloeden te maken heeft, dat was daar niet gewenst. Als ik naar Nieuw-Guinea terug zou gaan, zou het ook een cultuurschok zijn. Het is een derde wereldgebied geworden en bovendien hier heb je nog geen last in de steden dat je 5 uur 's ochtends wakker gemaakt wordt voor het ochtendgebed. Dat schalt daar enorm. Door die wijken, de oproep om te bidden. Ben je vaak terug geweest? Nee, ik ben in 91 en 95 terug geweest. En toen was het al een hele verandering, en, met name de vervuiling daar. Iedereen gooit maar alles overal. Van, wat kan het ons schelen? Zielige Shafi had een grote gat in zijn hoofd. Toen de oma naar de keuken ging om die eten te halen, heeft Shafi gevonden met zijn kleren allemaal bloed. En hij heeft geroepen: Jongens! Shafi! Kwam iedereen naar hem toe. Ze hebben Shafi meegenomen naar het ziekenhuis. Ze moesten naar het verre ziekenhuis. Daar hebben ze gewoon betere behandeling. En toen hebben ze de ijs op zijn wondje gedaan en hebben ze Shafi geopereerd. Maar hij lag in de coma. Jij mag deze naar juf Marika's kamer. Ja? Ja. De hele stapeltjes.
Mag jij deze ook? Naar juf Marieke. Leeg. Lege dozen moeten apart houden. Ja? Een kamertje waar andere papieren. Jij mag deze meenemen. Kijk. Een jaar heb ik economisch faculteit gedaan. Daarna, tijd voor de oorlog, kon ik niet doorgaan. Van een jonge organisatie dat ik actief was, kon ik niet mijn naam blijven. Zou je studie graag willen afmaken in Nederland? Nee, ik kan het niet. Nee. Want, nee, want ik heb moeite met mijn hoofd. En ik gebruik elke dag medicijnen. Dus studie is niet voor mij. Directeur van de school zit bij een andere locatie. Ja. Wilt u niet met onze locatie blijven? Ja? Ik verwend u door. Wist je Afghanistan? Zeker. Ik ben 2007 op vakantie geweest. En nog steeds heimwee. Ik ken een aantal families dat wel naar Afghanistan teruggaan. En ik zou niet teruggaan, want ik heb geen hoop dat daar werk vinden. Ik ga je controleren dat hij gegeten heeft of niet. Hij is leeg. Goed gedaan. Deze vrouw is mijn schoonzus met twee kinderen. Ze hebben vakantie. Af en toe komen ze bij mij en soms ga ik bij hen. Dank je wel, meisje. Het is witte kool, Nederlandse groente. En ze gaan we oven in de olie. Koken, een beetje roeren. Over 5 minuten moet ik zout op de pan doen. In de pan? In de pan, papa. Ik zei ook in de pan doen. Op de pan. In de pan doen en dan met de tomaat. Krijg ik tot die muur tot de bomen. Dan krijg ik van mij Sissy.
Kaas aan het werk. Ja, en ik wou net een hier op zijn achterhoofd slaan. Kijk ons naar de ruzie en aan het vechten. Wij zijn zo bezeten om sterren te worden dat we vergeten zijn waar het allemaal om begonnen is. En dan twee zwaarden zo er doorheen ging. En dan weer terug. En dan bij de hoofd. Tjak. Dit doen. Tjak. Dan gaat de hoofd. Kleur van het water, helemaal blauw. Dat is ongelooflijk. Daar hadden wij een barbecue gedaan. Mijn oma, hier. Hier zit ik naast mijn vrouw. Daar zit haar broer. Hier maakt de schoonmoeder van mij pannenkoek. En ik wou ook meehelpen. Het is belangrijk dat kinderen weten hun afkomst wat voor cultuur heeft. Dus hier wil ik behalve cultuur van Nederland mijn cultuur volgen om te doen samen. Gemaakt van wandelwagenwielen met een stuk touw, gingen wij de bult hier bij de gavel gingen we af. En dan gingen we echt in een rotvaart gingen we naar beneden. Spannend jong, hartstikke leuk. En dan zongen we vaak in een rijtuigje. Kunnen jullie het nog? In een rijtuigje, gingen wij de helling af. Ik heb nu staan, die paling die ik gevangen had, die nam ik mee naar huis. Die kon mijn moeder altijd erg lekker klaarmaken. Dan aten we weer eens wat anders dan carbonades of zo. Mijn moeder was een lieve, zorgzame vrouw. Oh ja, hoe vinden jullie nou mijn schilderij geworden? Zal ik er nog iets aan doen? Ik wil het morgen aan u brengen. Dan ga ik zingen een liedje van Heintje. Mama, jij bent de liefste op de hele wereld. Mama, mama. Mijn ouders wonen hier nog, dus vanaf het begin. En ik ga er even op bezoek. Kijk, daar heb je mijn moeder. Hi moeder. Dag Toon. Hi. Hoe is het? Heel goed. Ja? Ja. Ah, mooi. Kom binnen. Ja. Zou ik zeggen. Hey pa. Hey. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Zowel als het goed is, hè. Ja. In mijn geval, hè. Ja. Ja. Ja, mijn eerste indruk was van gewoon een klein huis vergeleken bij dat station waar we zaten. Geen zolder. Samen met een broer op een kamer. Heel klein kamertje, tenminste in verhouding. Ja, en de tuin. Die rotzooi in de tuin. Al dat onkruid. Dat is het beeld wat me bijstaat. Die tuin die rotzooi? Ja. Weet je dat die tuin een rotzooi is? Toen wij hier aankwamen. Wat toen was het toch onkruid stond zo hoog. Ja, daar hier gewoon wonen. Liepen ja. De hagedissen door de tuin, weet je nog. Ja. Het is weer flink aan het regenen. Het is weer flink aan het regenen. Ja? Ja. Ik zie niks tegen de ramen aan. Nee, maar je hoort het op het zonnescherm. Oh, dat plastic hoor je dat. Oh, dat kan ook, dat het plastic is van de stoelen. Het plastic dat waait soms een beetje op door de wind. Ja. En dan is het ook net of de regen het opvalt. Omdat ik geen druppel tegen de ramen aan zie. Snap je? Nou, maar volgens mij regent het toch echt, pa. Maar ik weet het ook niet zeker hoor. Ja, dit is de kamer waar ik... Als eerste samen met mijn broer kwam te slapen, stond hier een groot stapelbed. Ik sliep beneden.
Hier in de eerste periode heb je grote macht op de kinderen. Je kunt ze gewoon opvoeden dat ze eerlijk zijn, dat ze gewoon niet liegen, dat ze netjes zich gedragen. Maar als ze gewoon 16, 17 zijn, dan is het... Dan kinderen zijn moeilijk bereikbaar hier. Ze zijn gewoon heel erg zelfstandig. En niet meer zo afhankelijk van de ouders. Dus ik wil gewoon ze opvoeden dat in die tijd ook een beetje respectvol zijn. Kinderen hier, ze kunnen makkelijker gewoon een grapje maken over een opa of over een oude man of over een oude vrouw. Uitlachen, dat soort dingen. Dat kon bij ons gewoon bijna niet. Je had zoveel respect voor de anderen. Toen mijn kleintje geboren was, wilde ik gewoon mijn moeder bellen om te zeggen dat, ja, mijn kind is geboren. Maar toen was het laat, want mijn moeder was een dag van tevoren overleden. Ja, en toen heb ik beloofd dat ik mijn kleintje zo benoem dat ik altijd mijn moeder herinner. Mijn zoon heet Yadwar. Yad betekent herinnering. En Wor is eigenlijk de laatste stukje van mijn moeders naam. Dus Yadwar betekent de herdenken voor mijn moeder. Want mijn moeder was dat een hele bijzondere vrouw. Shafi, ik ben 12 dagen. Ik ben 12 dagen naar coma geweest. In coma. Echt waar? Coma geweest. Waar ligt dat dan? Aan het coma meer. In coma geweest. Ja. Ik ben 12 dagen in de coma geweest. Ik kon niet lopen. En ik kon niet goed praten. Mijn kak is gebroken. Ik werd uitgeschold voor manken, maar het kan me niet schelen. Of je nu wit bent, bruin of rood, of je een hindoe bent, moslim, boeddhist of jood. Het klein ben ik op heel groot. Je lacht je hals. Volk. Volk. Ja. Goedemiddag. Fijn dat je er al bent. Ja, ach, het komt. Ja, hartstikke goed. En hoe vind je zonen dat je op gaat treden? Nou ja, hij zei er weinig van. Gewoon enthousiast was hij niet. Nee? Vindt hij het een beetje gek of zo? Ja, eerst dachten ze, oh, hij maakt weer een grap. Hè. Wordt warm hier. De geschiedenis van Nieuw-Guinea. In Nederland is het eigenlijk een vergeten geschiedenis. Is dat voor jou een belangrijke reden om mee te doen, om jouw geschiedenis te vertellen aan mensen? Ja, zeker. Want er is nu een generatie hier in Hoofdvecht die eigenlijk weinig van zeg maar het oosten van Indonesië af weet. Tenminste, zo schat ik het in. Dat het een vergeten gebied is. De aandacht van de media is niet daarop gefocust. Na 1962 was het meer op andere ontwikkelingslanden. De aandacht daar naartoe gegaan. Als ik denk aan Angola in de jaren 70 en Vietnam. En een beetje Indonesië, dat werd vergeten, hè, wat daar allemaal aan de hand was. Wat daar allemaal voor, wat zich daar heeft afgespeeld. Dan.
Dankzij het internet is het wel zo sinds de laatste 5 jaar. De mensen die daar opgegroeid zijn, die zoeken elkaar weer op en komen elkaar geregeld tegen. Dan is het eten dan belangrijk, hè, op zo'n bijeenkomst. In de Maleis heet het kumpulan en dat is gezellig samen zijn. Ik heb vieze vingers van. Ik ben een schommelpojo aan het maken. Daar rechts heb je de plank. Is toch merk dat zoveel mensen hele verschillende verhalen hebben. Als je zo'n verhaal van Shafi hoort of van Delair, dan denk ik van ja, wat heb ik toch maar weinig meegemaakt. En aan de ene kant ben ik er heel blij om. Maar ja, het is wel heel bijzonder, al die verhalen. En Roy, die dan vertelt over hoe dat met die papenwaas gebeurt. En ik kan dan alleen maar vertellen over die paling die ik uit die blubber trek, bij wijze van spreken. Hoe vindt je zoon het dat je meespeelt? Hij vindt het leuk. En af en toe luistert hij heel enthousiast en af en toe heeft hij gewoon geen behoefte aan. Maar ik voel in zijn ogen dat hij gewoon dat hij leuk vindt. En dat hij ook, ik hoop dat ik het ook goed doe, dat hij ook trots op mij zou zijn. Daarom koopt oikone hawa rane. Kwane deni bol bol oine se da yarane. Jane deni bol bol oine se da yarane. Toen de oma naar de keuken ging om eten te halen, hij zag Shafi in al die bloed. En ze ging schreeuwen. Jongens, gebeurt iets met Shafi? En rende iedereen daar naartoe. Hebben ze snel Shafi naar het ziekenhuis gebracht. Maar is het niet, kan ik hier spiekbriefjes plaatsen? Want ik heb het in... Ja, leg maar gewoon. Ja. Dit is echt nostalgisch, hè? Het was de muziek die mijn ouders draaiden. En, bij ons op de radio, zeg maar in de jaren 50, werd het vaak gedraaid. De Australische radio of de Nieuw-Guinea radio. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Het allerleukste is dat ik iets kan. Die vind ik erg leuk. Dat iets een hand hebt, bijvoorbeeld. Ben je trots op het stuk waar je nu mee speelt? Ja, ik ben trots op. Hier heb ik een vlieger dat ik zelf gemaakt. Hij bestaat uit vliegerpapier, echt vliegerpapier. En van mijn bamboe. Het is, ja, je wordt gezocht. Ja. Shafi moet komen. Stoppen met filmen. Is goed, ik kom. Ik kom. In Nederland, de huizen, de mensen zijn anders dan waar ik vandaan kom.
In Nederland mag je naar binnen kijken. Maar je mag niet naar binnen komen. Nou, maar bij mij wel hoor. Ik nodig jullie allemaal uit in ons huis vol herinneringen. Komen jullie? Ja. Alsjeblieft. Wij kwamen uit Wolfga. Wolfga was een klein plaatsje in Friesland. En mijn vader was daar stationschef. Was verantwoordelijk voor de sporen, de treinen, de wissels. Oh, kijk. Nou, daar is hij. Het station. En daarboven, daar woonden wij. 1 jaar of 2 jaar later begon de oorlog tussen Iran en Irak. Het was heel eng. Overdag hoorde je alleen maar oorlogsgeluiden. Als kind heb je hele strenge ervaringen mee. Ik moest naar school. En dit is een foto uit binnenland. Dat is een papel uit de Balienvallei. Die heeft zijn voorvader, dat is een mummie. Ze eren hun voorvader. En hier heb je een Balienvrouw. En elke keer als er iemand in de familie overlijdt, dan gaat een vingerpootje af. Kijk maar. Dus stel maar na hoeveel familieleden bij de vrouwen al overleden zijn. Met goede tactiek moet je het touw van de tegenstander doorsnijden. Even achteraan. Mijn vlieger danste boom omhoog. Ik stopte in de gat. Viel ik achteraan naar beneden met mijn hoofd. Toch bijzonder, al die verschillende mensen. Al die verschillende mensen uit al die werelddelen. Turken, Marokkanen, Afghanen, Koerden. En ze wonen allemaal in Overvecht. Mooi. Allemaal verschillend. Verschillend eten, verschillend geloof, verschillend drinken, verschillend dansen. Het zou een saaie bedoeling zijn als dat niet er was hier in Overvecht. Mag ik wel iets aan toevoegen? Zullen we met z'n allen een liedje gaan zingen? Wel gezien, maar je zoon. Oh ja, die zijn al weg. Die wilden meteen naar huis. Ik weet het. Naar zijn Nintendo of wat is het? Zijn Wii. Erg hè? Was je nog zenuwachtig dat je merkte van. Nee. Ik was niet zenuwachtig. Ik was alleen verbaasd dat ik opeens een stukje tekst kwijt was. Ja, want dat was nog niet eerder gebeurd eigenlijk. Nee. Hè? En waarom dat nu wel was, weet ik niet. Ze droom thuis. En hoort mijn vrouw, wat zegt Xavi? Verhaal van vroeger. Hij is slam. Praat. Van de vliegen. Ja. Ik kom. Ja. Kijk, als je thuis of op school roept iemand,
dan zeg ik, ik kom. Ja. Dan herinner ik dat meestal aan Jan. Ja. Denk ik. Ja? Dat Jan zei een keertje ook. Dat, ik kom. Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, goed hoor. Gelukkig dat het goed gegaan is. Ja. Mr. Flow, I need your love and give me some hug. I need your hug and give me some love. I need your love and bow. Give me some kiss and give me gladly, baby, I miss your love and badly, so give me some love. I need your love and bow. Well,